mijn grootste wens is wel dat ik hoop dat ik weer gewoon moeder kan zijn en lang kan genieten van het leven. Ja. En er weer voor mijn gezin kan zijn in plaats van mijn gezin voor mij. Het leven van de 39-jarige Marina uit Hoofddorp staat op zijn kop. Marina leidt aan de zeldzame slopende ziekte EDS. Dat is een aandoening waarbij het bindweefsel van zulke slechte kwaliteit is dat gewrichten en organen niet goed ondersteund worden. Wat bij mij geresulteerd heeft in instabiele nekwervels. Waardoor ik mijn bewustzijn kan verliezen of gevoelsproblemen kan ervaren of benauwder ben. En er komen nog heel veel zaken bij kijken. De eerste tekenen van de ziekte werden merkbaar voor Marina toen ze 22 was. Het is een langzaam proces geweest. En de laatste 5 jaar ongeveer is het toch wel frequenter geworden. En zelfs zo erg dat ik 2 jaar geleden ben gestopt met het werken. En dat je nu heel erg beperkt bent. Ik zit veel thuis. En het enige wat ik doe is voornamelijk de kinderen naar school brengen en ophalen. En dat kost me al heel veel energie en moeite. Wat doet dat met je? Het is confronterend elke dag en heel erg, je voelt je heel erg beperkt. Mijn hoop is daarom ook gevestigd op een operatie, zodat ik weer wat kwaliteit van mijn leven terug kan krijgen. Om die operatie te ondergaan heeft Marina veel geld nodig. In Nederland kan ze niet behandeld worden en daarom heeft het gezin een inzamelingsactie gestart. Eigenlijk staan we een beetje op overlevingsstand. We gaan gewoon door tot we het bedrag bij elkaar hebben. En voor die tijd zullen we niet stoppen. Dat is ook gewoon geen optie. En we doen natuurlijk alles aan om haar weer de kwaliteit van leven te geven die ze verdient. En ook nodig hebben om ons gezin, binnen ons gezin zeg maar, om het ook draaiende te houden. Hoeveel hebben jullie in totaal nodig? In totaal hebben we €105.000 nodig. En dat is voor de operatie zelf, voor het verblijf daar en nakontroles en dergelijke. Dat is heel kostbaar. De actie heeft tot nu toe zo'n €40.000 opgeleverd. De hoop voor Marina is gevestigd op meer donateurs, zodat ze er weer voor haar gezin kan zijn na een behandeling in Spanje.